mijn nieuwe video van mij waar ik oftewel waard en vandaag ben ik terug hier beneden in de cave en uh, alleen in de cave in de dingen ik heb dat daar uh, uh, na vorige aflevering nog afgeblokt, uh, maar eigenlijk is dit letterlijk 10 minuten of zo na vorige aflevering uh, uh, opgenomen alleen wordt dit uh, ja is nu zeg maar dus ik ga hier uh, beginnen aan een enchantment room uh, alle spullen heb ik wel nog boven, maar ik ga nu eerst hakken uh, in deze muur. Uh, dus ik ga hier een goed groot gat uitgraven en uh, dan ben ik bij jullie terug. Jee. Spullen gaan halen. Uh, natuurlijk, als belangrijkste, de enchantment table en de bookshelves. Uh, ik ga wel beginnen met uh, hier uh, dit allemaal. Uit te graven. Allee, uit te hakken. En dit daar te plaatsen. Ik wil ook. Uh, zoals bij de vorige uh, dingen. Hier zo een obsidian plaat maken. Dus daarom heb ik ook mijn diamond uh, pickaxe uh, mee. En die kan ik dan. Dan kan ik zelfs beneden in de mijn gaan. Voor wat uh, obsidian te gaan halen. Maar eerst ga ik nu alle bookshelves plaatsen. Uh, ik ben bij de. Um, bij de Stronghold gegaan, uh, en daar heb ik de bibliotheek veroverd. Dus heb ik heel veel boekenplanken. En uh, dan ga ik nu de Enchantment Table plaatsen, very nice. Uh, en dan ga ik dit uithakken, en dan ga ik daar Obsidian plaatsen. En dan is het eigenlijk alweer gedaan. Wajo, ik moet weer een nieuw project verzinnen. Eigenlijk was echt snel, dit. Die mijn die kan mooier gemaakt worden, op zich. Maar is dan nodig, weet je. Is dan nodig. Eh, uh, jij. Obsidian hakken is echt mijn leukste hobby. Ik heb 8 uh, obsidian nodig. Normaal, ja, 8. Ja, 8 obsidian. Uh, dus dat valt wel mee. Dat is vrij snel hakken. Uh, ik heb natuurlijk ook een diamond pickaxe, anders kun je ook geen obsidian hakken. Maar uh, ik, heb, ik heb hier dus heel veel lava in de mijn. En uh, dan uh, ja, heb ik dus ook heel veel obsidian daardoor. Uh, dat is wel handig. Het is letterlijk direct onderaan de mijn. Dus ik heb even die obsidian daar plaatsen. Dan weet ik hoeveel ik al heb verzameld. En uh, ja. Mijn, ge mijn plan was eerst van bij deze mijn ongeveer hetzelfde te doen als bij de oude mijn. Zo, strip mines. Maar het probleem is dat dat hier heel moeilijk gaat. Want dat ik dan eigenlijk alles hier weer moet opvullen. Dus ik heb het gewoon zo gelaten op dit moment. Ja, later zal dat allemaal nog wel uh, goed komen, zeker. Zometeen wel eventjes nog water plaatsen zodat ik hier uh, niet zomaar in kan vallen. Zo. Zeer veilig. Ga ik hier ook even doen. Zo. En dat blokje neem ik ook mee. En dan ga ik ook weer terug naar boven. Zo snel is dat gebeurd. Pff, ik heb echt geen idee wat ik nog kan doen voor. Uh... Ja. Ja, ja, ja. Oké, ik weet wel iets. Ik weet wel iets. Zo, so, die is ook weer af. Kan ik eens zien, wat heb ik hier? Fortune 3! Effic efficiency 2, Fortune 3. Hmm. Ik ga mijn lapis halen, denk ik. <laughs> ik ga denk ik mijn lapis halen. Dat is best een goede enchantment. Um, en ik ga ook een... Oh, het is nacht. Oei. Ik ga direct slapen, zo even snel slapen. Dat kan wel, hè? Even okay, zo, en dan pak ik nu wat lapis erbij. Uh, ik heb genoeg levels. Ik heb 36 levels. Ik denk dat ik voor die fortune ga gaan. Sterf, nee, iets is kapot gegaan. Mijn broek is kapot gegaan. Dan ga ik gewoon even een nieuwe iron broek gaan halen. Hier ergens. Ik heb hier ergens nog wel broeken. Zo. Hier heb ik er een. Dan doe ik die twee ook daar even. En dan. Uh, zo. Dan ga ik ook even uh, die dingen die ik nog in mijn inventory heb wegdoen Buiten de lapjes natuurlijk. Die heb ik net gepakt. Um, die twee moeten hier. Uh, die twee moeten daar. De, oh, dat niet. Oh, dat niet. Zo. Zo, dat moet daar. En dan neem ik mijn diamond pickaxe natuurlijk wel mee. Want daar moet fortune op. En dan heb ik nu al gewoon een glimmige pickaxe. Wajo. Een glimmige pickaxe. Very nice. Uh, zo. Zo. Fortune 3 en. Alleen Fortune 3. Oké, okay, oké. Okay. Uh, Kijk eens kijken. Ik ga daar sowieso niks op zetten. Sharpness 3. Best goed. Maar ik heb. Oh, ik heb nog altijd mijn levels. Oh. Gaan die levels daarvan af? Nee. Ik dacht altijd dat die levels daarvan af gingen. Blijkbaar niet dus. Oké, okay, nu heb ik een mooie shiny pickaxe. Die ik weg ga steken en waarschijnlijk niet heel vaak ga gebruiken. Want uh, ik wil deze bij de trofee dingen zetten. Uh, als eerste uh, hier terug zetten. Ik heb trouwens allemaal bookies, maar die zijn niet zo. Nee, ik heb telkens zo twee random dingen: zo infinity en piercing. Mm, luck of the sea 2, oké. En dan blast protection, respiration. Flame en impaling. Lijk. Wow. Dat is echt. Dat zijn echt dingen die niet bij elkaar passen. Um, ik ga nu hier uh, een paar van pakken. En nog eentje, denk ik. Zou wel genoeg zijn, ja. Um, en dan ga ik één keer dit doen. En een paar mensen hebben dat natuurlijk al zien aankomen. Oh. Very nice. Zo. Mijn eerste envil. Oké, okay, waar ga ik die plaatsen? Hier of beneden? Het zou handig zijn als die beneden staat bij het, en het enchanten. Dan kan ik daar ook. Mm -hmm. Ja. Ik weet niet. Ik weet niet. Ehm. Uh... Zou op zich wel handig zijn, maar ook... Ik heb al mijn andere dingen hier, dus ik ga daarbij al mijn andere dingen zetten. Zo. En dan heb ik ook deze, dan kan ik ook gewoon... Zo. Gewoon... Zo. Dat ging ik niet doen. Um, ah ja, dat wou ik dan ook direct doen. Want dan hiervoor heb ik sowieso wel levels nodig. Maar kijk, ik heb hier heel veel bogen liggen. Ik ga die dan allemaal samen doen. Want dan heb ik power 2 en een breaking 1 op één boog. Als ik die allemaal samen doe. Um, dus dat zou heel handig zijn. Uh, als ik die bij die doe, dan kost dat 5. En dan doe ik mijn beste boog daarbij. Zo, en dan als ik dat daarop doe, dan is die volledig, dus dan heb ik zo. Wajo, één hele goede boog. En dan ben ik nog altijd level 20, dus uh, dat valt echt al mee. Zo, 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 en zo. En die iron ingot, die kan ik dan hier uh, terug doen. Ik heb trouwens meer dan een stick emerald. Wajo, wat moet ik daarmee gaan doen. Uh, die chest kan daar dan terug. En dan heb ik een hele mooie breaking 1, Power 2 boog. En een hele mooie Diamond Pickaxe met Fortune 3. Dat is wel echt goed. Want als ik dan Diamonds heb, dan... Normaal, ik denk dat dat Fortune is. Dan kun je zeg maar meer Diamonds uit één Diamond blok krijgen. Dus dat is wel echt heel chill. Ehm... Um, dan ga ik nu deze bocht testen. Ik heb arrows, jazeker. zeker. Um, ik, wil, ik wil een creeper of zo. Misschien moet het nacht worden. Ontspannen ze niet meer. Oh, oké, okay. dat was niet de bedoeling. Dit is onze oude. Allee, we hebben dit heel eventjes gebruikt als farmlocatie. Kijk hoe hoog dat die dingen al staan. Ik ga die volledig meenemen, want we gebruiken dit niet meer. Zo. Oké. Okay. 35 van die dingetjes. Daar kan ik uh, veel papier mee maken. Maar ook veel suiker. En andere dingen, ik weet niet. Ik um, ga die gewoon opslagen. Um, wil ik dan nog iets doen? Misschien, maar dat is zo. Alle dingen die je kan doen, dat is wel meer een project voor een andere, voor een aparte video. En dit is zo, ja, niet een aparte video, snap je? Uh, ik kan misschien die tridents bij elkaar doen, maar dat kost misschien best wel. Oeh, ik heb hier twee bottles of enchanting. Dan heb ik die eventjes gebruikt. Een um, trident. Ik wil wel een goede trident. Ik wil sowieso een trident met channeling zodat ik bij een storm een creeper kan raken. Voor natuurlijk de hoofdjes. Voor uh, uh, hier, hier. Ah ja, de mensen. Ja, ik ben altijd zo bezig over van ja, hier komt dat. Maar dat weten jullie natuurlijk al. Hier komt dat. Maar um, ja, mensen. Ik heb dus ooit een video gemaakt van um, waarin ik zeg maar dit alles laat zien. Uh, in een voor video in creative uh, voordat dit er zeg maar was en um, maar ik heb toen gezegd van ja klik weg als je geen um, geen dingen wilt geen um, geen uh, spoilers waar het was moeilijk. <laughs> um, als je geen spoilers wilt, dan uh, klik je gewoon weg. En uh, het kan dus zijn dat er veel mensen hebben weggeklikt en die dan nu echt zo zijn van, wat? Um, dus ja, hier komt een grote uh, trofee. Allee, geen kamer, maar gewoon zo in het open. En daar komen allemaal hoofdjes, komen allemaal grote standbeelden met hoofdjes. Uh, en dat is... Die kun je, zeg maar krijgen door uh, creepers die gecharged worden door uh, de, uh, ja, de bliksem. En um, als die dan een andere mob opblazen, dan krijg je die een hoofd. En uh, ja, um, Zo wil ik dan alle hoofden. En dan de Dragon Head. Die is gaat er natuurlijk ook bij staan en de wither een wither skull dat krijgt je gewoon als je zo'n withers veel dood maakt en hier komt natuurlijk in het midden ook het uh, het end eh, het dragon dragon eh. uh, en hier komt een plek en hier komt een tree farm een bomen farm en hier als je hier achter gaat heb je hier hier komt een trappetje dat gaat zo mooi naar boven. En dan krijg je daarboven de chestkamer. En daaronder krijg je een uh, mooi aquarium. En uh, ja, dat is dan eigenlijk de rest van de basis. Um, uh, ja, ik ga even die lapis wegdoen. Want anders blijf ik daarmee in mijn inventory. Um, uh, ja, ik ging die poort testen. Maar het is geen nacht. Hè? Dat is wel heel kaka. Hè? Oeh, oeh. Perfecte test subject. Oké, okay, ja nee, dat gaat niet natuurlijk. Waar ik ben echt dom soms. Maar kom dan, kak Enderman. Kom. Drop niet eens een ender ek. Alleen zo zo'n ender. Ah, ja, ik weet niet. Uh, die pijl wil ik wel terug. Uh, is mijn boog ook al gebruikt. Maar ik wil iets doodschieten. Ik wil gewoon op iets kunnen schieten. Ik wil kijken hoe sterk dat die Power uh, 3 is. Hier. Uh, um, ja, oké. Okay. Sorry, beetje. Oké. Okay. Die is one shot. Oké. Okay. Dan uh, heb ik een. Uh, zombie of zo, dan een skeleton, een creeper, een spin misschien, maar ja, het is geen nacht, hè, dus die spawnen niet of zo, hè. Misschien kan ik jullie laten zien wat ik uh, zo dagelijks ongeveer doe in Minecraft. Oeh, het is nacht aan het worden. Uh, dus oeh, ik heb, hoe heb ik raw porkchop? Ah ja, van dat ding dat ik net heb doodgemaakt. Dus elke dag pak ik hier mijn patatjes. En geef ik die twee jongens de patatjes. En doe ik de patatjes weer weg. Oh, dat is het water. Doe ik de patatjes weer weg en pak ik mijn wiet. En dan geef ik die. En dan geef ik die. En seeds geef ik meestal niet. Uh, omdat ik daar niet veel van open. Meestal gebeurt dat niet hoor. Maar ik ga aan de kant kip Zo. Um, Oké, okay, het is... Best wel donker. Beter nu spant er iets, ik wil iets doodmaken. <laughs> ik ga er iets spannen. Oeh, wat is dat, wat is dat, wat is dat? Oh, ik, ik, denk, ik denk dat dat zo'n zo ding is zo van uh, zo'n zo leader zo. Ja, ja. Ik heb hem geraakt, man. Ik ga er naartoe. Nou wil ik ook nog wel naar een village gaan voor een raid. Oh, Creeper. Dat was uh, nipt. Oké, okay, die is dood. Zo. Dus nu als ik in een village ga die nog beleefd is. Want deze is denk ik niet meer leefbaar. Dus stelt deze niet. Um, als ik nu in een village ga die leefbaar is, dan uh, krijg ik een raid. Misschien. Ja, nee, ik kan dat niet meer doen in deze video. Ik, ik ga denk ik deze video uh, op dit moment afsluiten. We hebben niet veel gedaan. Het was ook uh, niet een lange video. Volgens mij echt 10 minuten, dus uh, ik heb het nog een klein beetje proberen te rekken, maar ja... Ik kan niet altijd rekenen... Ehm, um, dus uh, ja, bedankt voor het kijken naar deze video, uh, we hebben een enchantment table gezet en uh, mijn bow enchant, en uh, ja, dat is het eigenlijk. Kijk, kijk, kijk... Ze eh. zijn geen one-shot, dat is wel een uh, beetje... Een ja, beetje underpowered, hè. Ah, kak, dat was mis. Ja, dan zijn ze zeker geen one-shot. Uh, maar bedankt voor het kijken naar deze video. En uh, ja, tot de volgende. Misschien heb ik in de volgende video zo'n zo ding. Want ik ga nu wel een raid doen. Maar dat ga ik off camera doen. Want dat is niet leuk on camera. Dus um, ja, dag.